Lieve Leute, welkom. Nieuwe video, Never in the Glory. Laatste Weekend League potjes van afgelopen weekend komen in deze video. We hebben ook squad battles. Ik denk dat we, wat is het, brons, zilver 1. Zilver 1, zo, 7000 munten. Hand of Blood, kit. Dat zijn geen misselijke rewards, zeg. Die gaan wij niet instellen. Ik heb ook die munten erbij gekregen. En 2 mini pakketjes. Nou, helemaal meer dan welkom. Wat ook welkom is, ben jij. Leuk dat je deze video hebt aangeklikt en blauw duimpje op zijn. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Gisteren hebben we een lange video gemaakt waarin we alle Icon Moments kaarten een soort van gaan reviewen, bespreken. Uiteraard niet uitproberen. Ik wilde uittesten zeggen, maar het is testen of uitproberen. Die fout heb ik vaker gemaakt. Ben ik altijd gecorrigeerd in de comments. Ik herstelde mezelf dit keer. Ik zou ze graag willen testen. Maar dat gaat niet, want ze zijn allemaal heel erg duur. En daar heb ik ook een aantal comments over gekregen. En dat was wel interessant. Veel mensen die het met me eens waren. Sommige mensen die het niet met me eens waren. Wat altijd fijn is om te horen. Want ja, ik vind dat leuk. Die interactie, die feedback. En dat is ook wat wij gaan doen als eerste vandaag. Voordat we met de gameplay beginnen. Ik had een comment gekregen van Noob@FUT. Dat was een FUT-trader volgens mij op Twitter. Hij heeft echt de tijd genomen voor zijn reactie, dus dankjewel daarvoor dat je dat hebt gedaan. Ik ga hem eventjes voorlezen en ik zal hem, tenzij ik het weer vergeet, wat ik vaak doe. Ja, dit is mijn fout. Ik zal hem ook in beeld plakken. Hij zei, ik kijk net je Moments Icon video en dan heb je het over veel tijd erin steken en nog steeds niet elke goede kaart kunnen krijgen. Ik snap wat je bedoelt, maar als je dit makkelijk zou kunnen krijgen, zou er echt geen doel meer zijn om te spelen. Nu heb je nog wat mazzel nodig om ze te pakken of iets anders van waarde te pakken. Om je het te kunnen veroorloven. Ik snap dat deze mensen kaarten willen. Of ik snap dat mensen deze kaarten willen. Maar wanneer content creators zeggen, make icons accessible. En dan prime icon moments nemen. En zeggen dat ze niet mogelijk zijn. Is een beetje scheef. Icons zijn wel beschikbaar. Niet per se elke versie. Vind ik niet slecht. Want zoals je zelf al noemde in je video. Met je geld. 3,4 miljoen voor een upgrade. Als je alles veel goedkoper had. Had je nog steeds het geld. Als alles veel goedkoper was. Had je nog steeds dat je geld hebt. Op het laatste waar je niks meer mee kunt endgame. Ik snap wat je bedoelt en dit is geen raad richting jou of aanvallend op wat je vindt, maar ik denk dat EA hier niet per se iets slechts doet. We hebben Prime Smits en Base Icons en die waren voor casual spelers in FIFA 18 een droom. Goed dat je aangeeft dat het geen haat, het was ook niet opgevat als haat, en dat je aangeeft dat je snapt wat ik probeer te zeggen. Ik snap ook wat jij probeert te zeggen, maar ik denk vaak vanuit een niet casual standpunt. En mijn kijkers denken ook vanuit een niet-casual standpunt. Want als jij een casual speler bent, vind ik, dan denk ik niet dat jij een Road to Glory-serie al een aantal jaar volgt. Dat jij, als jij een casual speler bent, denk ik niet dat jij elke dag een aflevering van 10 tot 20 minuten kijkt. Terwijl je een casual speler bent. Dat denk ik niet. Dus ik praat over het algemeen met mijn kijkers. Over mijn kijkers die wat meer een casual speler zijn. En daarnaast, inderdaad, icons zijn meer accessible. Door icon swaps kunnen meer mensen aan een icon komen, omdat het geen geld kost. Het kost alleen tijd en in bepaalde opzichten kost het geld. Want ja, je moet spelers gebruiken en first owner spelers gebruiken. En daarvoor moet je packs openen of spelen en die packs krijgen en met die spelers spelen. Dus ja, het kost inderdaad niet geld, maar wel veel tijd. En voor die mensen zijn icon swaps inderdaad meer accessible. Maar wat hebben wij gezien? In mijn ervaring, iemand die al meer speelt. Ik weet zeker, als we teams van kijkers gaan beoordelen. Wat leuk is om binnenkort een keertje te doen. Van een kijker, een gemiddelde kijker die mij kijkt. Dat dan heel veel van deze icons ook niet erin zitten. En wat we al vaak hebben besproken. Deze icons kunnen nu in je team komen. Maar over 1 of 2 maanden niet meer. Terwijl vorig jaar met de icon SBC's. We hadden op een gegeven moment Lauren Blanc geunlocked. En die zat de laatste 6 maanden in ons team. Een keuze die wij zelf hadden gemaakt omdat zijn SBC beschikbaar was gesteld. Voor casual spelers waren er minder dure icons beschikbaar. Bobby Moore die was 400k, die kon je completen als casual speler. Oftewel, we hadden zelf de keuze en nu wordt die keuze ons opgelegd door EA. Inderdaad, icons zijn meer accessible. Maar ze zijn ook duurder. De goede icons zijn duurder. Die kan je minder snel in je team zetten. Dus in dat opzicht zijn de goedkopere icons meer accessible. Maar de betere icons nog veel minder accessible dan vorig jaar. Omdat er geen icon SBC's zijn. Dus voor jouw punt valt er wat te zeggen. Voor mijn punt valt er wat te zeggen. Sterker nog, ik heb er 3 A4'tjes over geschreven. Dat wordt de video van morgen. Daar ga ik nu niet verder over doorpraten. Want ik kan er heel lang over doorpraten. En dat doen we dus morgen lekker. Voor nu, vandaag de gameplay met Sir Kenny Dalglish. We hebben een aantal wedstrijden met hem gespeeld. Met Lukaku hebben we een aantal wedstrijden gespeeld.
Barella en Ramos noemen het allemaal op. En wij gaan naar die gameplay toe. En daar ga ik het nu over hebben. Ja, genoeg over Icons, Prime Icons, wat dan ook. Het is tijd voor ons team met Icon Lukaku en Prime Sir Kenny Dalglish, die er ook wel wat van kan, om wat Weekend League potjes te spelen. Op dit moment gaan wij 8-0 nadat wij op vrijdag 8 wedstrijden hadden gespeeld. Dan gingen we 8-0 en daar was het bij gebleven. Op vrijdag, aangezien ik zaterdag de hele dag bij de Eredivisie was, vrijdagavond ook niet meer tijd had. En we dus de resterende wedstrijden op zondagmiddag en zondagavond hadden gespeeld. De verbinding was prima. Was prima. Ik had geen delay in mijn potjes of verbinding-wise probleempjes. Wat er wel gebeurde was vage shit. Dingen die we eigenlijk wel gewend zijn van FIFA. Ik niet elk weekend heb, zeker niet. Op weekenden dat ik het niet heb, hebben jullie gezien Elite 1. Maar er gebeurde weer een aantal grappige, humoristische, toch lichtelijk irritante dingetjes bij zowel mijn tegenstanders als ik. Dus in dat opzicht was het redelijk evenwichtig. Deze tegenstander die kwam op voorsprong. Uiteindelijk scoren wij in de verlenging de 3-3. En gaan we naar penalties. Hij mist zijn laatste penalty. Of tenminste, wij stoppen zijn laatste penalty. En is het Marcelo. Wat gaat hij doen? Hij houdt hem heel lang ingedrukt. Mijn tegenstander weet dat ik die kant op ga. Want ik kijk ernaar. En uiteindelijk duikt hij een soort van niet of heel zacht. En Marcelo op avontuur. De linksachter die scoort. Wij hadden de meeste kansen. Wij winnen uiteindelijk. Mijn tegenstander vond het nog nodig om een berichtje te sturen. GG. Me versus de script. Dat ik denk van jongen, stel je niet zo aan. Jank niet zo erg. Maar goed, als de statistieken tegen je zijn en het verloop van de wedstrijd ook nog wel redelijk oké is. Niet heel raar. Ja, is een berichtje natuurlijk helemaal niet nodig. Deze tegenstander verslaan wij ook. Comfortabel. Lukaku 3-0. Uiteindelijk nog een doelpuntje van Ramos die ik op CVM had gezet. Mijn Gerrard is altijd wel wat vermoeider. Gedurende het verloop van de wedstrijd raakt hij uitgeput. En normaal wissel ik dan Acuña erin. En nu dacht ik, weet je wat, ik zet Ramos op CVM. En dan Tomiyasu, die we op de bank hebben zitten, die gaat op centerback staan. En uiteindelijk scoren we ook nog met Barella, twee spelers. Met wie we voor het eerst gescoord hebben. Helemaal prima. Leuk. Ramos. Zijn debuutdoelpunt voor onze club. Dan komen we tegen deze vriendelijke vriend. Dat was een Roemeen. Hij speelde met een Galatasaray kit. En uiteindelijk winnen wij wel dik van hem. En hij stuurde me achteraf een berichtje. GG. Wat zijn je instructies? Hoe speel je precies? Wat doe je allemaal? Ik denk dat ik oprecht gewoon even een half uurtje met hem. Ik zat ondertussen de video van gisteren te bewerken. Die online was gekomen. Want ja, dit is daarvoor gespeeld. Zal ik een beetje met hem te berichten op mijn telefoon via de PlayStation app. Lachen gozer. Ik heb wat geholpen met tactieken. Uiteindelijk stuurde hij dezelfde avond nog een bericht. Yo, dankjewel. Het ging veel beter. En het grappige is, hij ging 11-0. Wat wij nu ook gaan door hem te verslaan. En hier zie je trouwens alleen nog maar screenshot. Want mijn screen, of mijn capture programma, dat glitchte. Dit was bijvoorbeeld de 1-2 van de wedstrijd, waardoor wij 12-0 gingen. Dan zie je daarna het screenshot van de volgende wedstrijd, waarin dat screenshot zelf ook geglitcht is. Toen gingen wij 13-0. En toen het volgende potje, nogmaals sorry voor, ja, is vervelend, gingen wij 14-0. 14-0, helemaal prima. Terug naar die Roemeen. Hij ging 11-0. En uiteindelijk 11-5. Toen kwam je mij tegen. Toen vroeg je, hoeveel ging jij eigenlijk? Ik zei, nou, door het potje tegen jou, dat wonnen we. Toen ging ik 11-0. Toen zei hij, ja, maar ik ging 11-5. Hoe kan het nou? En nadat ik tegen jou speelde, ging ik 11-6. En toen vroeg ik, ben jij geragequit? Ben je je potjes geragequit? Toen zei hij, ja, zeker. Ik zei, nou, dan ligt het daaraan. Ragequits tellen gewoon niet als losses. Dat blijkt maar gewoon zo. EA ontkent dat, maar dat is echt zo. Deze wedstrijd kwam tegen iemand die 1-0 voorkwam. Uiteindelijk pakte hij een rode kaart. En sinds die rode kaart wisten mijn spelers niet meer hoe ze moesten lopen. Van Dijk haalt hier mijn Son neer. Dan wordt Barella gehinderd, waardoor hij uiteindelijk die bal verliest. Het was niet eens voordeel van Van Dijk. Het was geen overtreding. Mijn spelers wisten het echt niet meer. Dit is nog wel misschien het hoogtepunt van die wedstrijd. Ik weet het niet. Het ging wel oké, tot mijn tegenstander dus rood pakte. En toen lukte het allemaal niet meer. Hier fluit de scheidsrechter af. En als we gaan kijken wat er in de herhaling gebeurt. Hier met Son neem ik aan. Vanaf 5 meter vanaf de zijlijn. Wil hij met rechts, wil hij hem kappen. En uiteindelijk draait hij in zijn kap naar links. En gaat die bal over de lijn. Terwijl Hazard ook een loopactie maakt waarvan je denkt, niet heel handig om daar te lopen. Apart, maar soms krijgt je tegenstander een rode kaart terwijl hij voor staat. En dan lijkt het alsof hij alleen nog maar beter in de wedstrijd gaat. Omdat jouw spelers dan het gewoon kwijt zijn. Misschien komt het omdat hij dan iets verandert. Een middenvelder eruit haalt die op CV zet. Want hij had een kaart met zijn verdediger. En dat daardoor jouw spelers niet meer weten wie ze precies moeten dekken. Welke loopacties ze moeten maken. Welke ruimtes er beschikbaar zijn.
apart. Maar goed, het zal maar wel. Volgende wedstrijd dan. We weten ons te pakken. We gaan 14-1. Wat nog steeds niet heel slecht is, kan gewoon gebeuren. De tegenstander ragequit in de 78ste minuut. Het is inmiddels zondagavond. Wij gaan 15-1. Dan komen we tegen Boney Esports. Boney, hè? Met een leuk teampje. Een aantal Future Stars kaarten. Een aantal icons. Veel icons die in de icon swap zitten. Maar als je gaat narekenen of je die daardoor kan lokken, dan kan dat helemaal niet. Want Ronaldinho en Sambrotta en Koeman en Nesta, allemaal unlocken, dat gaat volgens mij niet. Dan kom je niet uit qua tokens. Aan het einde van de wedstrijd krijgen wij een kans met Dalglish, of met Son. Maar Dalglish loopt tegen Son aan. Zijn keeper bewoog naar de verkeerde kant. Als Son had geschoten, was dat 100% een doelpunt geweest. Maar doordat Dalglish dus tegen hem aanliep, scoorde hij uiteindelijk niet uit de counter, scoort mijn tegenstander. Wederom, ja, niet echt delay of zo dat ik meemaak, maar wel gewoon gekke shit. Gelukkig winnen we die wedstrijd in de verlenging en gaan wij 16-1. Komen tegen deze speler, leuk teampje. Man of the match, San Maxime. Ben Yedder, Ronaldo. Het is een goed team. Het is een leuk, origineel, goed team. En het was ook een goede speler. Wij komen op voorsprong met een volley van Politano in de 35ste minuut. En dan in de tweede helft combineert hij hier erdoor. Wij zitten ertussen met Ramos, maar Ronaldo die glitcht natuurlijk gewoon doorheen. Dat is wat Ronaldo doet. En 1-1 had ik beter kunnen verdedigen. De volgende kans van de wedstrijd had ik ook beter kunnen verdedigen. Want hij krijgt hier een kans met Ikoné. Schiet op de keeper en Van der Sar doet niks, pakt hem. Op dit moment druk ik op uitgooien. Daar wacht hij eventjes mee. Volledig mijn fout. Ik wilde naar mijn rechts midden uitgooien. Hij gaat maar rechts achter. Mijn fout, had ik meer de tijd moeten nemen. Ik was te gehaast. Maar dan dit. We onderscheppen de bal met Acuña. Hij valt. Ben Yedder haalt hem omver nadat Marcelo net al gewoon niet bij de bal kon komen. Eromheen glitste, er doorheen glitste. En hij scoort uiteindelijk de 1-2. Ja. Ja. Mijn tegenstander wint. Het ging gelijk op. Hij scoort, maar Acuña valt omver, die redelijk sterk is. Ja, ik weet niet wat ik daar nog meer aan kan doen. 16-2. De volgende tegenstander, hier drukken we met Dalglish al op schieten. Dat registreert hij niet, terwijl wel dat balkje heel minimaal tevoorschijn kwam. Daardoor loop ik eigenlijk door als het ware, waardoor ik vrij kom te staan. En kan schieten bij open doel en score en meteen van de ragequit. Dus ja, wederom iets wat totaal niet de bedoeling was, want dat was mijn fout. Ik schoot al eerder, het registreerde niet en daardoor worden we beloond. Dus zoals ik al zeg, ik heb het niet alleen tegen, ik heb het ook heel vaak mee. En dit weekend was gewoon heel apart. Komen tegen dit team. Hij speelde 4-1-2-1-2 met fast build-up en ik speelde dropback. Ja, hij speelde redelijk aanvallend en agressief. Mijn linie heel ver naar achter, maar toch stonden mijn spelers op de middenlijn. Hij scoort en wij creëren wel een aantal kansen, maar die mogen er allemaal niet in. 90ste minuut, wij onderscheppen die bal met Ramos. Hij krijgt hem nog een keer, we onderscheppen de bal met Varaan. Hij haalt Son neer. Son die staat ontzettend snel omhoog, terwijl zijn spelers niet aan de bal lokken. Dalglish maakt een loopactie, zijn verdediging is weg. Wij doen een balrol, wij schieten. Dalglish glitcht nog eventjes, raakt uit balans, terwijl die volgens mij niet aan werd geraakt door Ricardo Pereira. Maar wij scoren in de 90ste minuut en daarna scoren wij nog een keer met Dalglish. En daarna scoren wij nog een keer, niet met Dalglish, maar hij geeft wel de assist, dit doelpunt. En winnen wij gelukkig die wedstrijd. Wederom een pot waarin het heel erg moeilijk en heel erg stroef ging en niet helemaal zoals gepland. Maar we winnen uiteindelijk wel. We hadden ook de meeste kansen uiteindelijk. We komen dan tegen TSG Hoffenheim. Met een heel erg lekker teampje. Een heel erg goed team. Dit was na 90 minuten het spelbeeld. Hij had 1 schot in 90 minuten. Ik weet niet of het een e-sporter van Hoffenheim was of niet. Hij had wel een Twitterpagina wat ik had gevonden. En daar had hij wel veel interactie met Duitse e-sporters. Maar of hij dan zelf bij Hoffenheim zat, dat weet ik niet. Het enige doelpunt van de wedstrijd komt in de verlenging. Hij had in 120 minuten maar 1 schot op doel. Saai potje, maar we wonnen hem. Helemaal prima, goede speler. Dan komen we tegen deze speler. Hij komt op voorsprong. Via de paal plant die bal uiteindelijk bij Robertson. Ik denk, ik pas hem naar Lukaku. Maar Lukaku wint niet het kopduel van Kanté. Oké, Kanté stond wel beter gepositioneerd. En hij dribbelt er doorheen en hij scoort de 0-1. Had ik nogmaals beter moeten verdedigen. Ik was op dit moment ook vrij triggerd en tilt en boos. En geïrriteerd, wat logisch is, naar bepaalde dingen. En dan ga je ook slechter spelen. Dus nogmaals, dat komt grotendeels ook gewoon volledig door mezelf. Nou, niet volledig. Het komt grotendeels door mezelf omdat ik triggerd was. Maar ja, het is zondagavond, dus je moet wel doorspelen. We staan 0-2 achter. Lukaku beukt, dribbelt en biest er doorheen. 1-2. En dan werkt mijn tegenstander die bal verkeerd weg. En wij scoren dan met Dalglish. De gelijkmaker. 2-2. Dan krijgt mijn tegenstander een vrije trap. Ik weet, hij kan op goal schieten. Ik verplaats mijn keeper een beetje. De andere betere optie dan is pasen naar Mbappé. Ik probeer het eerst voor te staan met Lukaku. Dat gaat niet. Dus ik denk, oké. Terwijl mijn tegenstander die bal neemt, aanloopt, loop ik in met Lukaku, zodat het precies goed uitkomt. En dat deed het ook. Alleen Lukaku die glitcht dan om Mbappé heen, raakt nog wel de bal aan. Mbappé maakt zijn animatie en die scoort.
Ook die wedstrijd had allebei de kant op gekund. We hadden maar 2 schoten, 2 doelpunten. Dus ja, misschien ook wel terecht verloren. Jammer dat dat op die manier gebeurde. Toen kwamen we tegen deze tegenstander. En dit is oprecht de beste dribbelaar die ik ooit ben tegengekomen op FIFA 20. Hij dribbelde zo ontzettend goed dat mijn verdedigers gewoon niet konden verdedigen. Wederom, ik was stilt. Ik was te agressief aan het verdedigen. Je moet dan afwachten. Maar de manier waarop hij dribbelt zorgde ervoor dat hier mijn spelers gingen struikelen. Allemaal verkeerd instapten. Hij was zo ontzettend goed met de bal aan zijn voeten. Je had die corona. Niet het virus, maar de speler. En die paaste mij met een kruif. En dan is het 2-1. Wij scoren nog wel vanuit de corner met Lukaku. Ramos duikt onder de bal door. Heel erg gelukkig doelpunt. En dan vervolgens, ja, pasen wij hier de bal op Hazard. Zijn aanname is zo slecht dat Aouar hem van de bal af kan beuken. En uiteindelijk fake shot met Meyer. Ramos die een animatie maakt. Heb ik een tijdje niet gezien, maar dat gebeurde gisteren ook. En wij verliezen meer dan terecht. Gaan 19-4. Hele goede dribbelaar was dat. Een hele goede speler. En dus ook gewoon terecht verloren. Volgende potje. Volgende pot. Het volgende potje. We komen op voorsprong. Dalglish 0-1. En pas in de tweede helft weer Dalglish. Die goed speelde, een goed weekend had. En morgen gaan we even lekker beschouwen of hij zijn munten waard is. Ja dan te nee. Ja, maar bedankt voor het kijken. Blauw duimpje op zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Ik check jullie allemaal later. Nog één dingetje. Ik wil graag morgen een video maken over moments, icon moments, icon SPC's, noem het allemaal op. Laat even je mening erover achter. Hoe vind je dat dit jaar ten opzichte van vorig jaar? Yo, bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe!